gaan vanavond themaavond leiden. Precies. Is dat mooi werk? Schitterend werk. Is dat je hobby of je beroep? Alle twee. Hoe gaat de avond eruit zien? We hebben 4 gasten die het allemaal niet met elkaar eens zijn, hoop ik. Want daar is een debat voor. En dan aan het eind hoop ik dat Vliegen we dan toch tot elkaar zijn gekomen. Aan tafel Chris Bruines van de stichting Behoud Over de Laak. U bent woordvoerder van de bewoners die tegen zijn, tegen de aanleg van dat zonneveld. Ik ben helemaal niet tegen heel veel zonnepanelen, maar ik zou die dingen graag willen zien op plekken waar ze geen hinder en schade veroorzaken. Dus die zonnevelden, althans die panelen, zonnepanelen, dat kwam echt als een duveltje uit een doosje? Ja, als een donderslag bij heldere hemel, zeggen ze ook wel eens. Ja. Astrid Jansen, hoe kan dat? Nou, dat gesprek hebben we in 2018 natuurlijk gevoerd, hè? Mm-hmm. Want toen kwamen die twee trajecten bij elkaar. Wat zijn de grootste uitdagingen en de diepste valkuilen? Wat zeker uitdagend is, is om... Het is zo groot. En je kan niet alles tegelijk aanpakken, maar we moeten wel beginnen. Dus je kan tegen die hele grote energietransitie blijven aankijken. En denken, het is te groot, ik begin niet. Maar we moeten ergens beginnen en als je aan de ene kant begint, dan begin je niet aan de andere kant. Ja. Dus dan laat je ook dingen liggen. Is het wel echt nodig? Wat zijn de argumenten om nou juist daar, in die polder, zo'n groot zonneveld aan te leggen? Nou, die vraag krijgen we eigenlijk bij elk zonneveld. Mm-hmm. Hè? Is dat wel echt nodig? Heb je het wel echt nodig? En als je kijkt naar hoe groot de vraag is die we hebben bij de energietransitie, hoeveel wij moeten doen met elkaar, dan is echt... Alle stapjes zijn nodig. Als het om energie gaat, dan zijn er natuurlijk heel veel vraagstukken. Van hoe ga je dat invullen, hoe ga je dat oplossen. Wat ik vooral wil meegeven, en ik sta natuurlijk als Groen in Amersfoort, is dat je moet uitkijken dat je natuurlijk allerlei puntoplossingen gaat bedenken, waar ook natuurlijk weer de natuur in het geding komt. De energietransitie hoef je niet alleen lokaal op te lossen, maar er zijn natuurlijk op verschillende manieren kan je dat doen. Als je terugkijkt naar de historie van dit verhaal en je kijkt naar de participatie die bewoners in 2016 in 2015 hebben gehad, dan hebben ze meegedacht over de inrichting van Vathorst Noord. Als je dan met een ander plan komt, als je zegt van nou ik ga daar toch iets anders aan toevoegen, dan ben ik opgevoed met het idee, als je met iemand een afspraak maakt, dan ga je naar degene toe met wie je de afspraak gemaakt hebt, en dan zeg je van vind je het oké dat wij er iets aan gaan doen wat wij met nader inzien willen, en willen jullie dat dan ook? Maar zo wordt het gesprek niet gevoerd. Wat is vooral uw grootste uitdaging of grootste diepste valkuil? Zonnevelden in onze gemeente Amersfoort. Ja, waar had u ze gedacht? Vathorst Noord. Ja? Over de Laak. En waarom daar specifiek? Het gebied is groot, het is 140 hectare. Ja. En wij hebben slechts nodig 10, misschien 15 hectare. Ja. En ja. Als je het op die plek neerlegt waar je met de bewoners... kunt overleggen, dan is het zeker te realiseren. Liefst dit jaar. De vergunning gaan we aanvragen. We gaan nu verder bouwen, dus niet meer bij de overlaag bij waar die bewoners veel problemen hebben, wat ik ook kan begrijpen. Dus we gaan er veel verder naar. Alles in overleg, begrijp ik. Alles in overleg. Zo kennen we elkaar. Ik wens u heel veel mooie zonnevelden toe. Dankjewel. Welke argumenten zijn er om voor Vathorst Noord nu zodanig eens op de spits te drijven dat je dat politiek manifest moet maken? En alle andere zoekgebieden uit 2017, daar hoor ik niemand over. De Maatweg en de Koedijkseweg zaten niet in de zoekgebieden. Die kwamen toevallig aanwaaien. En daar, ik vind het ook prima dat het daar gebeurt, hoor. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat dat nog een gevolg is van consistent beleid. We hebben in de regionale energiestrategie hebben we heel veel oplossingen gezien. Langs snelwegen, op daken, op bedrijfsdaken. Bij allerlei plekken waar je geen hinder veroorzaakt. Zoals bij vuilnisbelten, bij vliegvelden, bij noem maar op. Er zijn tal van plekken. Nou, ik rijd heel vaak met mijn elektrische auto door het land. En dan zie ik gewoon overal echt wel heel voor de hand liggende plaatsen. En waarom moet je nu stappen zetten? Ja, het klimaat wacht ook niet. Hè? Dus we moeten echt wel onderweg met die energietransitie. En dan kan je niet alles uitstellen tot het een keer 2040 is. We willen alle daken vol hebben. Dat is echt nodig. Maar daar komen we er niet alleen mee. Dus we zullen ook windmolens en zonnevelden nodig hebben. Wordt en, ja. Wat is het maatschappelijke... offer wat je pleegt als je het andersom doet. Ja, precies. Dus als je het andersom doet, dan krijg je dus alleen maar meer weerstand. En als je dat niet wil weten of je wil het niet beseffen, dan ga je maar je goddelijke gang. Maar dan komt er gewoon geen bal van terecht.
Dat is mijn stelling. Ja. Nou, daarom zijn we ook goed met elkaar in gesprek. Hè. We hebben een tijdje geleden ook weer met elkaar om tafel gezeten. Van, kunnen wij ook bijvoorbeeld helpen? Want zelfs in Vathorst liggen niet alle daken vol. Dus kunnen we elkaar helpen, waardoor er meer mensen ook in Vathorst zonnepanelen op hun dak neerleggen. Jij bent van Groen in Amersfoort. En ja. Volgens mij heb jij wel een bepaalde mening over hoe creatief de gemeente is. Ja, zeker. Toen net werd het natuurlijk ook genoemd van we moeten natuurlijk kijken hoe we die daken vol krijgen. Nou ja, ik heb bijvoorbeeld ook al een voorbeeld van een van onze vrijwilligers die net in Vathorst is komen wonen. Splinternieuw nieuwbouwhuis. En daar heeft de aannemer maar liefst één paneel op het dak gelegd om te voldoen aan het zeg maar duurzaamheidskader. Bewoners die meer panelen wilden, konden €1000 per paneel bijbetalen. Wat natuurlijk ver boven de markt prijzen, dus niemand doet het. En dat begint natuurlijk al bij de mensen, bij de bedrijven. Er ligt zoveel potentie nog hier in Amersfoort om die daken vol te gaan leggen. Aan de bak. We hebben het natuurlijk heel erg over energieopwekking. Een heel belangrijk aspect waar je hier dan aan voorbij loopt. Laten we ook met bewoners en met bedrijven in gesprek gaan. Hoe kunnen we die vraag reduceren? Want energie die je niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken. Bewoners zijn gewoon tegen Nottingham Backyard. Wie weet vanavond een opening creëren? Ik hoop het, maar ja. In het land waar wij zijn, met veel initiatief, ook windenergie, wij maken niet anders mee. Het is altijd niet bij ons, wel bij een ander. Dat is het grote probleem in dit land. Hoe kan het dat wij nu nog huizen bouwen waar energie in moet? Want dat betekent dat je voor elk huis wat je bouwt nog op een andere plek energie zal moeten opwekken. Dat is niet meer van deze tijd, want het kan allang. Je kunt gewoon energie-neutrale huizen bouwen. Dus wij voeren met elke projectontwikkelaar gesprekken. En bij een heleboel lukt het hartstikke goed, maar echt nog niet bij iedereen. Ja, dat is een understatement, lijkt me. Dat is een understatement. Ja. Zeker als je weet dat bijvoorbeeld in de jaren 90 in Heerhugowaard al een hele woonwijk is gebouwd onder de zon. Dus ja. Toen was het bouwbesluit ook nog niet klaar voor dat soort toepassingen. Dus, ja, het is wel een beetje fatalistisch om te zeggen van het bouwbesluit doet het niet. Dus we zijn onthand om dat te regelen. Nee, maar ik zeg wij dat ook bespreken iedere keer met die ontwikkelaars. We bespreken het met de woningcorporatie. Elke keer hebben we het over die projecten. Maar heel hard afdwingen kunnen we dus niet. Dus ik ben hartstikke blij bij elke woning die het lukt. En hartstikke goed dat het in Heerhugowaard lukt. En op heel veel andere plekken lukt het. Ook in Amersfoort lukt het regelmatig. Maar ja, je kan niet over die eisen heen gaan. Dat mag gewoon niet. Ik zou het dolgraag willen. Het is allemaal niet in één keer perfect, maar we moeten wel stappen gaan zetten. Ja, want dat is hopelijk wel bij iedereen ingedaald inmiddels, dat we wel iets moeten. Dat hoop ik inmiddels toch, ja. Zeker. Ik zit 30 jaar lang in de duurzame energie. Ja. Ik ben mede grondlegger van windenergie in Nederland. Als wij een groot windpark op zee aanleggen, krijgen we enorm veel shit over ons heen van de vissers. Maar ook van de zeilers. Iedereen. Het is altijd not in my backyard. En ik wil meneer Bruines vragen, in alle eerlijkheid, denk met ons mee. Denk met ons mee. We gaan niet roepen dat u overvallen bent, dat bent u niet. Ja, CO2, af van het gas, dat zijn allemaal ingrediënten waarom we iets moeten doen. We moeten vooruit. Ja, het CO2-probleem is zo groot. Mijn idee was om het zonneveld laten bijdragen aan dit plan. Dus de bewoners in Vathorst worden eigenaar van dat zonneveld. Dolgraag. En delen mee in de winst. Dolgraag. Maar het is niet alleen de lusten, het is ook de lasten. Maar als je dus consequent alleen maar je voorsprong neemt en zegt van nee, wij beslissen in het coalitieakkoord of in de RES 1.0 alvast dat het zonneveld er komt en u wordt aan tafel gevraagd om dan over het hoe te praten. Mensen in Vathorst zijn niet gek. Die denken van ja, hallo, ik ben niet aan de beurt op het moment dat u al besloten heeft dat het er komt. Ik wil meebeslissen of het er komt.